We hebben vandaag een Food Guerrilla Lunch georganiseerd hier in de stad. En dat doen we eigenlijk om een soort tegengeluid te geven aan enkel hotdogs die je hier kunt vinden. En dat zie je vandaag hier. We willen eigenlijk laten zien hoe een stad eruit kan zien als je dit soort gezonde, leuke foodtrucks toelaat. Heeft u al wat geproefd? Nee, nog niet. Ik heb niet zoveel trek, maar ik ben hier om mijn support te laten zien. Ik zou het zelf wel lekker vinden, want ik bedoel, ik werk ook in de buurt. En als er zoiets is, dan ga je dat toch liever... Tenminste, ik haal dat dan wel liever. Op zich, het is wel zo. Ik ben het mee eens dat de vergunningstelsel wat te beperkt is. Wat te star. Maar aan de andere kant, als je echt biologisch wilt, kan het altijd in een restaurant of iets dergelijks. Dus het hoeft voor mij niet per se. Wat is de reactie van de gemeente hierop? Eigenlijk best wel positief. Maar ja, dat zegt dan nog niet zoveel. Maar ze vinden het initiatief heel erg leuk en supporten het ook. Helaas zijn ze er niet. Dus, maar ze hebben wel zoiets van, ja, misschien moeten we eens gaan kijken naar het vergunningenbeleid. Goeie hoop. Het is in ieder geval wel een succes. Ik zie heel veel mensen. Kreeg je positieve reacties? Heel veel, ja. Ook heel veel mailtjes van mensen uit het hele land die zeiden, te gekke actie. Ik loop er ook aan tegen bij mij in de stad. En we denken aan je, dat soort dingen. Dus dat is echt heel erg tof.